Marcel van Roosmalen. Gisteren presenteerde Forum voor Democratie in Arnhem een toekomstvisie op Nederland in 2040. Waar andere partijen nog niet verder dan 4 jaar vooruit kunnen denken, kwam de denktank van Forum met een toekomstverhaal om je vingers bij af te likken. Uit de EU, thoriumcentrales, flats slopen, een hyperloop, onbeperkt vliegen vanaf een Schiphol 2.0 in de Noordzee en een oerbos met elanden en wilde paarden op de vrijgekomen ruimte in de Haarlemmermeer. Zeehonden in de IJssel, vliegende auto's, lama's op vrijgekomen vlaktes in woonwijken, de grenzen van voor 1830 in ere hersteld, eindelijk oorlog met Wallonië en Italië, graafmachines zo groot als giraffen waarmee de Waddenzee wordt ingepolderd, nieuwe steden die zullen worden genoemd naar helden uit de vaderlandse geschiedenis, Piet Heinstad, Thierry Baudet City, Annabel Nanninga-gat, een handelsunie met Denemarken, Polen en Hongarije, postzegels op bierflesjes, onbeperkte openingstijden voor alles. Vluchtelingen worden opgevangen op mammoetschepen die naar de Bermuda-driehoek varen. Het drieslagstelsel in de landbouw komt terug. Dweilorkesten die de zilvervloot spelen bij voetbalwedstrijden. Verplicht schermen en schaken bij gymnastiek op scholen. Weg met lelijke gebouwen, er komt mooie architectuur. Succesvolle ondernemers krijgen een standbeeld. Discriminatie wordt afgeschaft en vervangen door ongelijkheid. Er komt een stelsel van onzichtbare draden waaraan goederen razendsnel van en naar Rusland kunnen worden vervoerd. Curaçao en Aruba worden verkocht. Census kiesrecht, meer vrouwen in het kabinet, Marianne Zwageman op gezondheidszorg, Angela de Jong op informatie. Op de plaatsen waar nu nog moskeeën staan komen toernooivelden, waar openbare en gratis toegankelijke hoorcolleges worden gegeven door professoren uit Leiden. Onbegrijpelijke zenders verdwijnen van de kabel. Er worden weer kanalen gegraven. Uit varkensmest worden appelsap en medicijnen gedestilleerd. Talentvolle kinderen krijgen helmpjes waarmee ze alle talen van de wereld kunnen spreken. Er komt een bril waarmee je door de kleren van linkse vrouwen kunt kijken. Gratis witbrood met kaas op vaderlandse feestdagen. Haring wordt een verplicht nationaal gerecht. Ultramoderne wapens en nachtkijkers voor al onze legers. Heropvoedingskampen voor linkse leraren. Alle contacten verbreken met NASA, NAVO, WHO, VN en de FIFA. Rust, reinheid en regelmaat en een groetplicht. En op den duur waarschijnlijk een nieuwe taal. Er komen scouts die op andere continenten zoeken naar exceptionele talenten. De Elfstedentocht gaat voortaan gewoon door. Ieder jaar een Indian Summer. Henk Otte wordt uiteindelijk gearresteerd en in een schavot te kijk gezet op de markt in Groenlo. En dagelijks met de feiten om de oren geslagen door Paul Cliteur. En toen werd de boel in het schitterende Musicacrum in Arnhem gisteravond helaas onderbroken door een dreiging. Dit haalde natuurlijk weer het nieuws, waardoor de mainstream media weer eens de kans kregen om het echte nieuws te negeren en zo het partijkartel op hun wenken te bedienen. Jammer dat dit tegenwoordig nodig is in ons mooie Nederland. Houdt het dan nooit op. Sjoela Rijksman moet worden opgesloten. Het kan helaas niet anders. De Nieuwsbv. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.